Today. Commissie Voorlichting gestart met scholentour. De Commissie Voorlichting Verkiezingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is gestart met de landelijke scholentour. Met deze scholentour, welke van start ging op 26 februari, worden zoveel mogelijk scholengemeenschappen op middelbaar niveau bezocht om de awareness over de verkiezingen onder de doelgroep te vergroten. Kiesgerechtigden die voor het eerst gaan stemmen, hebben zeker behoefte aan meer informatie als het gaat om de verkiezingen die gehouden zullen worden op 25 mei 2020. In deze periode worden studenten op verschillende manieren gemotiveerd om te gaan stemmen. De periode van de wettelijke terinzagelegging van de kiezerslijsten is van start gegaan op 14 februari en duurt tot en met 14 maart. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.